Jij wat drinken? Ja, biertje, lekker. Gewoon biertje? Ja, gewoon biertje. Geen wijntje of zo? Nee, gewoon biertje. Ja, goedenavond dames en heren, daar sta ik weer. Zoals u weet komt hier de gast van deze week te staan. Ik zal een beetje over mijn gast vertellen. Hij reist veel, hij schrijft veel. Of schrijft veel. Iedereen heeft zijn boek wel eens op de boekenlijst gehad. Wie kent niet dat boek met die verrukkelijke titel? Met die verrukkelijke titel. Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus? Applaus. Ja, zeg, de meeste schrijvers komen hier om te vertellen over hun nieuwe boek. Maar jij bent hier om te vertellen over je oude boek, begrijp ik? Ja, sorry, wat wil je drinken? Ik heb rood, ik heb wit, ik heb water. Biertje, lekker. Ik heb wit, ik heb bok, ik heb bruin. Pilsje is goed. Ik heb pils. Lekker. In de smaak heb kriek, Jupiler, Maas. Lekker. Maasje doen? Lekker. Dit is op. Hartelijk welkom. De meeste schrijvers komen hier om te vertellen over hun nieuwe boek. Maar jij bent hier om te vertellen over je oude boek, begrijp ik? Ja, ik heb totaal geen inspiratie voor een nieuw boek. Dus ik dacht, laat ik dat oude maar weer eens onder de aandacht brengen. Ja, je hebt niet veel geschreven meer sinds dat boek, hè? Nee. Maar ben je dan helemaal nergens mee bezig? Jawel, wacht op een biertje. Dat is de titel? Nee, is de dorst. De dorst. Waar gaat de dorst over? De dorst gaat over een schrijver die in talkshows komt vertellen over zijn oude boek. En die talkshow-host die weigert die man dat beloofde biertje. Spannend. Ja. Hoe loopt dat af? Dat hangt er maar net vanaf of het biertje nog komt of niet. Ja, nou, we zijn erg benieuwd. Maar je kwam hier om te vertellen over je oude boek. Dat oude boek van jou, waar ging dat nou ook alweer over? Ja, dat ging over liefde, vriendschap en de dood. Dat ging over zwerven, hè? Nee. Wat is zwerven precies voor jou? Zwerven is reizen zonder je einddoel te kennen. Zwerven is reizen zonder je einddoel te hebben, zelfs. Ik heb geen idee. Precies. Die twee hoofdpersonen van jou, hè? Ja, dat is wel leuk. Dat zijn wel hele aardige mietjes. Nou. Het komt ook een beetje door een omgeving. Ach, hoepelt erop. Hoepelt erop met je omgeving. Iedereen kent in zijn omgeving toch wel een meno dan wel penopauze overgangsveertiger die bij voortduren denkt uit te moeten roepen een lange reis te zullen gaan maken. Ja. Men pleegt er bij landen als Amerika en Indonesië te noemen, alhoewel met het Afrikaans continent en dan in het bijzonder de golfbewoestijn inmiddels ook met gepast respect in het rijtje te plaatsen dient. Volledig mee eens. En ook Thailand mag zich verheugen op een dramatisch snelle belangstellingslijn. Curve groeien we het walen af. Nou. Dit is een boek over twee jongens die werkelijk alle mogelijkheden hebben om zo'n romantische reis aan te gaan. Zeker gezien het feit dat de Nederlandse regering bij voortduren blijk heeft gegeven van het bereid zijn tot het nasturen van de gerechtelijke bijstandsuitkering tot in werkelijk alle uithoeken van deze globe. Maar die niet verder komen dan het uitbraken van dappere zinsneden als, en ik citeer live uit het blote bolletje, ik zou wel eens heel lang, heel ver op reis willen. Ja. Of ooit ga ik een heel jaar weg. Of het zo mogelijk nog heldhaftiger. Ik ga er volgend jaar gewoon eens een jaartje tussenuit. Zwerven. Ja. Nee! Oh. Ik bedoel, wat is dat toch? Waarom gaan die gozers niet gewoon in plaats van heel de kroeg te vervelen met dat gelul? Ik bedoel, sodemiet erop of haal een rondje, denk ik dan. Waarom gaan ze niet gewoon? Ja, daar gaat het boek juist over. Ja. Zeg, dat nieuwe boek van jou, hè, de dorst. Over dorst gesproken, wil je niet wat drinken? Nee, ik haal zo wat. Ja. Dat oude boek, Jack Kerouac, is dat een pseudoniem? Ja. Eigenlijk heet ik Belinda Muldijk, maar ja, zo heet al iemand. Dankjewel voor het interview. Graag gedaan. Heb ik niet te veel gezegd? Nee, ging goed. Ja? Nee, als je mij aan mijn gang laat gaan, ga ik babbelen hoor. Wa.